What happened to you today? Women Inc. agendeert wat vrouwen kunnen betekenen voor de samenleving. Women Inc. wil verbindingen leggen waar die nog niet bestaan. En wil ook concrete oplossingen aandragen en adresseren. En ik wil ook natuurlijk goedemorgen zeggen tegen, het is een hele lange zin, de minister van OCMW. Onder haar valt de directie Emancipatie, Marja van Bijsterveld. Ik denk dat vrouwenemancipatie springlevend is. En dat het ook hartstikke hard nodig is. Onze samenleving vraagt om vrouwen. Niet alleen in de zin dat we ze gewoon straks keihard nodig hebben op de arbeidsmarkt. Maar ook de impact van vrouwen op de arbeidsmarkt en in allerlei belangrijke processen in Nederland is ongelooflijk belangrijk. Je ziet wel dat er een ontwikkeling is dat er steeds meer vrouwen aan de top komen. En dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Want naarmate dat meer gebeurt, dan zie je ook meer dat vrouwen misschien op een andere manier leiding geven. Maar ook heel goed hun doelen uiteindelijk kunnen bereiken. En dat vind ik eigenlijk de beste manier. Nou ja, kijk naar het FNV, een vrouw aan de top. Keep waiting for others, just do it yourself. Don't dwell on what is behind you. Cause laatste vraag, ja. Ja, want jij sport met andere vrouwen. Ja. Heb je daar nou, ik bedoel, ondertussen heb je ook gesprekken overal over. Is dat nou ook wat je aan het denken zet? Want dat zijn eigenlijk vrouwen die misschien op dezelfde manier als jij tegen grenzen aanlopen. Absoluut. En ik ben mezelf ook gaan inzetten voor, want ik ben van de tweede generatie, maar ook voor de eerste generatie vrouwen. Want ik dacht van, stel je voor, ik woon al heel lang in Nederland. Yes. Nou, ik ben de taal machtig, daar maak je het niks aan. Maar er zijn vrouwen die ouder zijn dan ik, die eigenlijk echt geïsoleerd zijn. Ja. En voor hun ben ik me gaan inzetten om ze ook naar buiten toe in te krijgen in eerste instantie. Om te komen voor een uurtje wandelen of hardlopen. En met het aanloop zeg maar, naar een hardloop-evenement. En zo'n evenement dat kan zeg maar, dichtbij in de buurt zijn. Dat doen we dan in het begin. En dan later werken we toe naar een evenement bijvoorbeeld in Hilversum of in Casablanca. Ik vind dat geweldig. Ze is uiteindelijk gewoon een Nederlandse vrouw die prima Nederlands spreekt, maar die toch nog in een hele traditionele gezinssituatie zit. En die er van daaruit heeft gezegd, ik ga hardlopen en ik wil hardlopen met meer vrouwen van mijn groep. Om te laten zien dat er meer is dan je huishouden. Dat je energie kan opdoen als je buitenshuis actief bent. En inmiddels is ze ook zich aan het inzetten voor de eerste generatie vrouwen. Nou, een hele goede zaak. Een heel mooi klein initiatief. En ik vind het geweldig dat ze dat hier bij Women Inc. ook zichtbaar maken. All my women to the time, don't ever stop. Cause love is gone.